De Korvelseweg bestond oorspronkelijk uit drie aaneengesloten delen, die pas vanaf 1900 dezelfde naam kregen. Het deel tussen het huidige Sint-Annaplein en de Korveldwarsstraat heette vroeger Haringseind. Het stuk vanaf dat punt tot aan de Paterstraat heette toen Korvelseweg. En het laatste deel, inclusief het Korvelplein, droeg de naam Korvel. Al in officiële stukken uit 1533 is er sprake van die Korvelse straat. Die ruim 1 kilometer lange verbinding vanaf zeg maar het Korvelplein richting de Oude Markt was toen natuurlijk nog onverhard. Maar al in 1828 kregen enkele fabrikanten het voor elkaar om langs hun bedrijven een weg met bestrating aan te leggen, die aan de noordzijde aansloot op een belangrijke verkeersader, de Bredase Weg. Die aansluiting lag ongeveer op dit punt. Vele Tilburgers zullen zich die vroegere situatie nog wel herinneren. Al was het alleen maar omdat die vaak voor onoverzichtelijke en soms lachopwekkende taferelen zorgde. Aan de zuidzijde was die verbinding met de Bredaseweg overigens al met een omweg, via de Bergdijkse straat. Die Korvelse verkeersfunctie werd nog eens benadrukt door de aanwezigheid van een tramlijn, die tussen 1907 en 1934 Tilburg verbond met Goorle, Hilvarenbeek, Esbeek en België. Een heuse internationale verbinding dus. Ook nu nog is dit lint een drukke uitvalsweg naar de Ringbaan Zuid en naar de snelwegen richting Breda, Den Bosch en Eindhoven. De andere kant op is het dus ook een belangrijke toegangsweg tot het Tilburgse stadshart. Als we het in dit verhaal dus hebben over de Korvelse Weg, dan hebben we het over een aanzienlijk en zeer vitaal deel van een belangrijke oudstedelijke slagader. Ofwel de historische lijn vanaf de Zomerstraat, het Lieve Vrouwenplein, het Sint-Annaplein, de Korvelseweg zelf, het Korvelplein, de Laarstraat en de Oude Goorlseweg. Het is ook de slagader die de omliggende woonwijken dan wel niet van bloed voorziet, maar wel van heel veel andere zaken. Als je bijvoorbeeld ergens boodschappen wilt doen, dan moet je hier naartoe komen. Geheid dat je het boodschappenlijstje zonder ontbrekend artikel kunt afwerken. En dat is altijd zo geweest. Hoe dan ook is de Korvelseweg en haar directe omgeving een stadsgebied dat veel vragen oproept en prikkelt tot nader onderzoek. Waarom die onsamenhangende toestand qua bouwstijlen? En wat is er achter die gevels nog terug te vinden van de oude Korvelse nijverheid? Waar ligt de aanleiding van die meer dan 100 winkels en andere zaken? Hoe eentonig of divers is de uitstraling van de omliggende woonbuurten? Was dit ooit niet een aanzienlijk industriegebied? Wat kwam er voor in de plaats? Welke nieuwe bouwwerken zullen er in de nabije toekomst verrijzen? Wat is de invloed van de groei van de stad Tilburg geweest op de groei van deze omgeving? Wat is er in de loop der tijd allemaal verdwenen of juist gebleven? Het verband tussen alle typische Korvelse elementen en het feit dat deze aspecten elkaar altijd wederzijds hebben beïnvloed, geven aan dit gebied een uitzonderlijke betekenis. In vele opzichten ligt die betekenis verscholen in een kleurrijk verleden. En uiteraard heeft die historie een fundamentele waarde voor het heden. Scholen die ontstonden vanuit hun religieuze achtergrond. Enorme fabrieksterreinen die nu woon- en uitgaansgebied zijn. De grote culturele traditie. Gebouwen die naar behoefte in de tijd van functie veranderden. In deze en heel veel andere zaken schuilt de aanleiding voor een belevenswaardige ontdekkingstocht door het verleden, het heden en de toekomst van een bijzonder stukje Tilburg.